hallo iedereen. Ik heb hier een muntje, dat is 5 cent. En in principe is dat niet zo heel veel kwaad. Je kunt er geen brood van kopen. Dit is hoe de Farizeeërs Jezus zagen. In de ogen van de Farizeeërs is Jezus niet zo heel veel kwaad. Dus ze hadden liever hun macht, hun autoriteit over de mensen. Ze besloten om Jezus te doden. Ik leg dit muntje, leg ik in dit kopje. Zoals je ziet, leg het in het kopje. Dan pak ik deze deksel en leg ik erboven. Even kijken. Zo. Weet je, ze hongen Jezus aan het kruis. En 1 spijker ging door zijn handen heen. Een andere spijker ging door zijn andere hand. Spijker door zijn voet. En er ging een spijker, niet zeker, maar misschien door zijn andere voet. Er ging ook nog een spijker door een bordje boven zijn hoofd waarop staat de koning van de Joden. Zie je? Door het muntje, dwars door het muntje heen. Jezus is de boord voor onze zonde. Dwars door het muntje heen. Jezus die uur verhalen ze hem van het kruis af. En ze legden Jezus, legden ze in het graf neer. Maar 3 dagen later stond Jezus, stond op uit de dood. Jezus was de boord voor onze zonde, voor onze fouten. Je ziet hier geen gaten in, maar in de handen van Jezus en in de handen van Jezus' voeten waren wel gaten toen hij opstond uit de dood. Dat zijn zijn overwinningstekens. Dat Jezus voor jou aan het kruis ging, voor jou stierf, aan het kruis op Golgotha, voor je zonde. En na 3 dagen stond hij op uit de dood, wel met gaten. Al is het hier niet bij, maar Jezus wel. Dankjewel. Doei.